Ja, wat bezielt je? Je weet bijvoorbeeld niet helemaal precies wat je kunt verwachten. Het was erg Fries en erg warm en erg intelligent. Het was een verrukkelijke kerk vol met mensen. Ik zou willen dat ik zo'n zaal had met dit soort publiek. Je hebt iets met Reven. Heb je boeken van hem? Ja, alles heb ik wel van hem. Maar je kunt merken dat de mensen in de zaal ook Revenianen zijn. Want de manier waarop ze de dingen oppikken. En de enorme geconcentreerdheid. En ja, normaal als je op een podium staat en je gebruikt een iets ingewikkelde zin, dan valt men al in slaap. Maar hier werd men juist wakker. Bij echt een zin mooi geformuleerd was door wie dan ook. Of de volksschrijver als de grote meester werd geciteerd, dan spitsten alle oren zich. En dat is verrukkelijk om dat mee te maken. Peter B., die God heeft gezocht tot in India toe en nu heeft ontdekt dat God in Friesland woont en hier 1 kilometer vandaan een vervallen, maar nog te repareren huis heeft gekocht voor 1500 gulden, inclusief een lief erf, dacht dat het koninkrijk dat geen einde kent, reeds was aangebroken zonder dat wij het wisten. Reven had ook iets met God en gebod, hè? Is dat jullie raakvlak? Ja, dat is wel een raakvlak, maar niet alleen daar, ook tekst natuurlijk. Ik ben een zeer grote bewonderaar van Gerard Reven. En vooral ook omdat ik merk, naarmate je ouder wordt, welke boeken herlees je nou? En je kunt Reven blijven herlezen en het wordt alleen maar mooier. Terwijl een schrijver die meer een verhaal schrijft, waarin je moet weten wie iets gedaan heeft en op het einde van het boek weet je wie het gedaan heeft en waarom. Dat boek lees je niet nog een keer weer. Maar bij Gerard gebeurt eigenlijk niks. Tenminste, er wordt niet iemand verkracht en op een speech gehezen. Maar de gedachtengangen die zijn wel, die maken wel een ontwikkeling door. En het is bijzonder mooi beschreven en zo mooi in balans dat je dat elke keer, je hebt meerdere levens nodig om het maar steeds te kunnen herlezen. Dus dat was mijn en de katholiek zijn, dat is ook, ik denk dat Reven heeft iets nieuws ontdekt. Hij heeft het katholicisme en humor en kunst heeft hij op een prachtige manier met elkaar verweven. Hij heeft het zo mooi met elkaar verweven dat mensen daardoor er moeite mee hadden, terwijl het juist een hele nieuwe vorm is. Tegelijkertijd sprak een stem in mezelf, weliswaar, die het toch op een of andere wijze, als niet op een gewone wijze, aan mezelf toebehorend ervoer. De stem sprak door mij heen. Duidelijker kan ik het niet maken. Het waren de woorden: troost mij in mijn lijden, blijf bij mij in mijn moeizaamheid. Zeer grote ontmoeting maakte zich van mijn meester. En ik antwoordde terstond hardop: dat wil ik niet. Ik zal u nooit verlaten. U zong een gezang en mijmerde, memoreerde Reven. Was dat wat ik hoorde? Ja, ik heb tussen de... We zongen het Rorate Cheli, dat is het adventsgezang. En Rorate Cheli, De Super, Et Nubes Pluant, Et Nubes Pluant Justum. Dus doud hemelen van boven, of drupt hemelen van boven, zo wordt het ook al vertaald, drupt hemelen van boven, mogen de wolken gerechtigheid regenen. Het is een klagend gezang, vol van wanhoop, van ja, de liefde willen zoeken en vinden en daarin gedoemd zijn te mislukken. En dus ik heb wat teksten van Reven erbij gezocht en daar doorheen gedeclameerd die daarbij pasten. Was het voor het eerst dat je dit zo hebt gedaan? Was het uniek? Ja, geheel nieuw. Ik weet dus niet of het werkte, maar volgens mij werkte het wel. Want in tegenstelling tot Friesland heeft het Twents geen geschreven literatuur. Amper, ja, de laatste 50 jaar een beetje. Sprak die Reven ook Fries eigenlijk? Sprak die Fries? Reven? Reven noemde het Fries een keelziekte. Ach, du was ja vast niks beter. Meer verlaten was het maar net. Zo'n treust voor Noord-Tiet. O held, een menselijk volk. Als er eeuwig leb je wel, nou ook minder als ik al. Ik kan niet wachten.
wel grappig dat nu vanmiddag alles in het Fries is. En dan komt er ook nog iemand uit Almelo bij, met een Almeloze tongval. En daar heeft hij ook geen hoge pet van op gehad. Want in Bezorgde Ouders beschrijft hij hoe hij een jongen tegenkomt in Artes. En dat hij nogal gelijk onder de indruk was van de jongen. Totdat de jongen zijn mond opendeert en een oostelijke tongval bleek te hebben. Toen was gelijk de ergste liefde over. Maar ja, hij hield wel van Gregoriaans en van Latijn. En vandaar dat het Rorare Cedi dan er wel in zat. En dat was eigenlijk de vraag, waarom zet het erin? Maar dit is het antwoord op die vraag. Wij schrijven nu een boek over ons leven van die tijd. En het eerste gedeelte gaat uitsluitend over Grunterp. Over de 10 jaar dat wij samen hier woonden. En daarna komt het grote boek over de hele periode vanaf Amsterdam tot aan Weert en Veenendaal. Ja, precies. Dus we krijgen u nog wel degelijk in beeld. U bent wel heel bescheiden, komt niet meer in beeld. Maar dat boek, u bent, weet ik, u bent heel bescheiden, maar met dat boek wilt u toch graag dat de mensen daar kennis van nemen? Ja, nou, misschien weet u ook dat we Gerard beloofd hebben. Gerard vroeger eigenlijk begon natuurlijk met Tijger en later ook, toen ik kwam, vroeg jij het ook, of we later het boek zouden schrijven, Ons leven met Reven. En dat is nu, we zijn nu zover. Het heeft best lang geduurd eigenlijk, hè? Ja. Want ik begreep dat u regelmatig ook hier in Friesland terugkeert op dat mooie plek waar u dat huis had. En met dat kapelletje erbij, dat klokkenhuis, klokkenstoel. Ja. Dat is eigenlijk een soort monument, hè? We hadden altijd even gaan kijken in Grunterp, hoe het er nu uitziet. En ja, we hebben nog plannen gehad voor restauratie of dergelijke. En misschien komt dat er ook nog wel van, maar... Heb je overwogen om dat huis terug te kopen als een soort buiten? We zouden het graag terugkopen. We hebben het in, ik geloof in 1982 of 83 verkocht in een vlaag van verstandsbijstering eigenlijk, toch? Achteraf gezien. En hebben daar, ja ik bedoel, het is nu van mevrouw meneer Pot. En we hebben ze gevraagd tijdens de Maria, of als ze het zouden ooit verkopen... Of wij misschien het mogen, of wij eerst de koop zouden kunnen krijgen. Ja. Wat heb je met de heren Tijgertje en Woerad? Ik zag jou laatst op foto's in een hele verantwoorde outfit. Ben je dressman? Snabbel je bij als dressman? Ik ben gelegenheidsdressman bij Tijgertje en Woerad, ja. Dat kan ik heel goed. Oh, het was eenmalig. Ja, eenmalig. Natuurlijk, als model kan hij, als gastmodel eenmaal, maar hij heeft kleding van ons, van Tijgertje en Woerad. Hij heeft een prachtig linnen kostuum en nog andere verschillende stukken uit onze collectie. Op 7 maart, aanstaande 2010, wordt in Leeuwarden de tentoonstelling geopend Huis het Gras. Waarin heel veel belangrijke beelden en teksten zijn over het leven met Gerard in Grunterp. Alsof u iedere dag voor de televisie uw verhaal doet. Nee, u verkoopt het goed. Nee, prachtig. Ja. Maar ik kom graag terug hierop, want daar wil ik graag aandacht aan besteden. Ja, ik zou net als Gerard nu willen zeggen... Wij hebben een winkel. Ja, we hebben een winkel, ja. We hebben een winkel en Gerard hield dan altijd een van. Dat was ik als jongetje, dat was voor mijn tijd nog. En dat vond ik heel erg moedig en stoer. En het is nu aan ons om dat ook eens te kunnen zeggen.